Deze muziek is zo mysterieus. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie, Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering zijn we de Forest Temple binnen gegaan. Hebben we al een paar sleutels, kamers en alles gedaan. Hebben we de wc-papier gevonden. En hebben we de bow en arrow gevonden. Ook wel bekend als de fairy bow. De fairy bow in deze aflevering gaan we zeker goed gebruiken. Aangezien dat we spoken moeten verslaan. Omdat we hebben gezien dat er een ingang ergens zou zijn. Alleen die ingang die is helaas dichtgemaakt door vier spoken die vlammetjes hebben gekozen. Want die vlammetjes die zijn waarschijnlijk de sleutel om een deur te openen. Of een lift te laten verschijnen. Iets in die trend. Dus, nadat we eindelijk onze fairy bow hebben, moeten wij dus zeg maar die schilderijen kapot schieten. En dat is eigenlijk de basic manier waarop dat we dit moeten gaan doen. Oké, als ik me niet vergis, zit hij nou hier. Ja! En als ik me niet vergis, zit hij nou achter ons en kan hij nergens meer verschuilen. Dus heeft hij geen keus en moet hij daar blijven zitten. Heeft hij geen schilderijen, komt hij eindelijk tevoorschijn en kunnen we eindelijk gaan bellen met hem. Nou, heel belangrijk tegen deze spoken. Geen targeting tegen hun doen. Als je dat doet, zullen ze gaan verdwijnen. En dat willen we niet. Hun gaan spinnen, één keer blokken en dan gaan slaan met je zwaard. Probeer het een paar keer te doen. En dan verdwijnen ze, komen ze weer aan. Met hun spinaanval. Wacht eventjes, lok ze een beetje van de muren weg. En je kunt het proberen een beetje te comboen door dit te doen. Als je de timing eenmaal een beetje goed hebt, dan kun je dit dus echt praktisch heel erg snel doen. Het is eigenlijk gewoon just repeat the progress what we are doing right now. En als we hem 5 keer geraakt hebben, geloof ik, dan verslaan we hem. Droppen ze weer wat pijlen. Vlammetje wordt daar aangestoken. Vlammetje komt automatisch ook weer op de plek waar dat we eigenlijk moeten zijn. En dan komt een kistje voor ons feestverstijn. Nou is er één ding, zeg maar, dan kunnen we de andere kant wel weer opgaan om daar dus, zeg maar, de andere spook te gaan vinden. Want aan de andere kant zit nog zo'n kamer. Maar nadat we dus, zeg maar, een Smoky gevonden hebben. Ik noem ze altijd Dorkies, ik weet ook niet waarom. Wil ik eerst eventjes teruggaan naar die kamer, zeg maar, waar dus, zeg maar, de kamer helemaal twisters was. En waar Navi ons zo vriendelijk bij, een beetje onderbrak. Nou, dat is deze kamer weer om precies te zijn hier. Als we hier dus, zeg maar, ingaan, kunnen wij... Via deze plek kunnen wij dus, zeg maar, nu naar buiten lopen en kunnen we die schakelaar raken die boven deze deur hing. Dit zorgt ervoor dat de kamer helemaal gaat veranderen waar we nou doorheen lopen. En dat zullen jullie ook zo zien in een seconde. Nou, deze dingen die kunnen dan een beetje irritant zijn, maar ik negeer ze normaal gesproken zo snel mogelijk. Hoppakee, even schiet er een pijltje eventjes doorheen en... De kamer is weer recht. Dat is alleen maar mooi. Dat wil dus zeggen dat de kamer op dit moment dus niet zal draaien als we door deze gang heen lopen. Waardoor dat de layout in die kamer dus totaal anders is als, ja, net 5 seconden geleden. Nou is het dus heel erg makkelijk om hier gewoon naar beneden te springen. Dan zien we dus hier, zeg maar, een heel nieuw kistje. Dit is ook alleen maar een mechanic die alleen maar zal plaatsvinden op het moment dat je in tempels bent. Dus als Adult Link. En dat is namelijk een hele speciale kist. Dus in elke dungeon of in elke tempel heb je dat. En dan heb je dus, zeg maar, de boss key. De boss key is nodig om bij de baas te komen. En doe je dat niet, ja, dan heb je een heel groot probleem. Dan wil ik hier eventjes naar beneden vallen, want deze kamer die is dus ook nieuw voor ons. En daar hebben we dus deze irritante beesten. Kom eens even hier. Ik wil je bubbel laten poppen. Oké, ik heb je broer per ongeluk geraakt, weet je. Kom hier. Oké, nou, dat is in ieder geval vast eentje. Sorry dat ik heel even stil was, maar ik was heel even aan het concentreren. Want ik wil niet dat ik 300 keer bezig ben met één beest. Neus niet nu. Ik heb er geen zin in. Ik wil deze dungeon weer... Of het... Ik blijf het dungeon noemen. Ik wil deze tempel klaar hebben voordat we eigenlijk, zeg maar... Ik wil in deze aflevering deze echt klaar hebben. Oké, nou. Eventjes kort wieken. Ik zeg kort... Ga dood. Ik bedoel... Ja, nou, weet je wat, ik neem er een paar mee. Oké, nou, en als ik me niet vergis, dan zijn we hierboven. Dan wil ik hierheen, want hier zit een heel irritant beest. Dit is de floor crawler of iets in die trend. Wat je moet doen, is je moet zo snel mogelijk eigenlijk defense. Op het moment als je hem 2 keer hebt geraakt, verandert hij in 3 kleine handjes. Die wil je alle 3 gelijk killen. Grijpen ze je, dan wordt het weer een grote hand. En dan moet je weer overnieuw beginnen om die beesten te verslaan. Zeer irritante beesten. Komt ze gelukkig niet veel tegen. Zullen altijd magic droppen. Dus kom je de beesten tegen, heb je weinig magic. Versla die beesten en je hebt hier genoeg magic.
Nou, de reden waarom ik hier eerst eventjes wil komen is omdat dit een hele makkelijke sleutel is om niet te missen. En niks, maar dan ook niks, is irritanter om bij een plaats te komen en dan een deur te zien die voor je neus op slot zit en je hebt geen sleutels meer bij je. Dus daarom dacht ik bij mijn eigen eerst eventjes dit doen voordat we dus zeg maar verder gaan bij de kamers waar dat we eigenlijk naartoe zouden moeten gaan. Dus ik heb heel vaak heb ik dat gehad bij tempels. Dan ben ik dus zeg maar een route aan het lopen. En dan heb ik iets van 2 sleutels. En dan denk ik van, oh, dan kan ik gewoon doorlopen. En dan heb ik 2 sleutels gebruikt. En dan kom ik bij de derde deur. En dan denk ik eindelijk van, ja, achter die deur zit het. En dan blijkt de deur ook op slot te zitten. En dan blijkt ergens een sleutel gemist te hebben. Zeer irritant. Wil je niet. Dus dit is de makkelijkste manier om het eigenlijk te doen. Daar. Goed. Nou, dan klimmen we hier weer heel eventjes terug. Ja, die beesten, die blauwe spookbeesten, die skeletons, sorry dat ik ze niet echt bij zijn echte naam ken. Maar, ja, die blijven dus zeg maar respawnen en je kunt ze wel elke keer gaan killen. Maar ik vind het gewoon het makkelijkste om die gewoon eigenlijk te negeren. Dus, je zou hier nou die bundle of arrows op kunnen halen, mocht je dat willen. Wat ik zei in de vorige aflevering, die schakelaar, als je die raakt, komt er een kistje. Maar het is alleen maar een bundle of arrows en, ja, het heeft geen effect op 100% of geen 100%. Oké, nou eventjes die schakelaar weer even snel raken, want we moeten weer naar die ene kamer kunnen. Hoppakee. Ondanks dat het oogje dus dicht is, kun je nog steeds op die schakelaar schieten, wat heel veel mensen eigenlijk dus niet weten. Dus, handig om te weten dat dat dus wel mogelijk is. Nou, aangezien dat de kamer dus nou weer helemaal getwist is, draait de kamer dus zeg maar weer waar dat we de grote sleutel hebben gevonden, de boskey. En als we daar dus zeg maar komen, dan zien we dus als we dat zo draaien, kunnen we daar ook inderdaad het kistje daar zien. Dus zien we ook inderdaad tot heel de kamer gedraaid. Dat wou ik niet doen. Slim. Oh, nou komt die floormaster hoor. Wallmaster! Op het moment dat een wallmaster op je landt, zal die je teleporteren naar het begin van deze dungeon. Dit is een gimmick van de allereerste Zelda game. Dus het zijn eigenlijk al bekende. Ja, ze heten wallmasters. Dus je hebt ook floormasters en ceilingmasters. Nou, deze komen eigenlijk van de ceiling. Maar ze heten wallmasters. Ik weet het niet waarom. Dus oké, nou. Mag ik deze sprong nog maken zonder te falen? Dankjewel. Oké, we kunnen verder gaan. Nou, deze spook die hebben we al verslagen. Dus dat is alleen maar gunstig voor ons. Want dan hoeven we dat nou op dit moment niet meer te doen. Maar zoals ik al zei, in die kamer waar dat we de stelfels hebben verslagen, daar konden we ook de andere kant nog op. En als we die kamer zien, dan zullen we dus zien dat het eigenlijk een beetje een synchronisatiekamer is van de kamer die we nou net hebben verlaten. Spoilers! Eigenlijk niet, maar goed. Ik moet wel zeggen, wat ik wel jammer vind in deze dungeon is dat het zo lang duurt voordat je eigenlijk pas de compass vindt. Want we zijn hem nog niet vergeten. Och, wat ben je toch gemeen. Gemeen. Zijn je nou hier? Ja hoor. Hallo. Dan was hij weer achter ons gespand, maar ja, omdat we daar te dichtbij staan, spant hij automatisch naar het andere schilderij. Ik kan echt niet mikken. Oké, die zijn we ook kwijt. Dan nog even achter ons. Hallo. En hier hebben we spookje nummer 2. Nou, spookje nummer 2 werkt eigenlijk precies hetzelfde als de spook die we dus zeg maar in de vorige aflevering hebben verslagen toen we de fairy bow kregen. Werkt eigenlijk exact hetzelfde. Dus als je die ook zeg maar een beetje snel kan comboen, be my guest. Vergeet niet, het comboen kan best wel lastig zijn. Dus ik zelf heb er ook af en toe nog wel eens wat problemen mee. Hier, ik had hem nou 3 keer. Maar je kunt hem in 1 keer zo comboen. Tenminste, ik heb het een paar keer gedaan. Nou, oké, ik denk dat ik hem nou nog maar 1 keer hoef te raken. Dus als ik de spook was, zou ik gewoon onzichtbaar blijven. Maar ja, spoken zijn dom blijkbaar. Deze spoken dan. En we hebben dus zeg maar nou 2 van de 4 kaarsen aangestoken. Yay! Pijltjes erbij, helemaal blij. Grote kist, wat zou daar toch in zitten? We hebben de dungeon item al, we hebben de wc-papier al. Dus heel laat, maar we hebben hem eindelijk. De compass! Het is eigenlijk de campus, maar ik zeg compass omdat, ja, ik doorgelopen ga. Oké, nou, hier hebben we dan die ene kamer. Waarom loop ik hierin terug? Ik moet niet hierheen, ik moet naar boven toe. Nou, dit is dus zeg maar dat frustrerende stukje wat ik dus heb gehad. Op het moment dat je hier naar boven toe gaat, dan zie je hier een deur die een sleutel nodig heeft. Nou, stel je voor dat je die sleutel dus niet mee hebt genomen, heb je dus zeg maar geen sleutels meer. En dan denk je van, nou eindelijk, ik ben wel verder gekomen. En hier gewoon regelen. Navi, ik had je in de vorige aflevering een vraag gesteld. Hou je klep. Dank je. Kan ik hier gewoon zo? Nee. Oké, nou, het voordeel van
Wallmasters. Op het moment dat je op een ladder zit, kunnen ze je niet pakken. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Nou, dan zien we dus zeg maar dat er hier ook weer een kamer is die recht loopt met green bubbles erin. Maar deze loopt gewoon recht, dus deze is niet curly. Maar hier zit dus ook een deur met een sleutel erop. En dan zou je dus nou moeten gaan zoeken naar die ene kist. Dus vandaar dat ik echt... Daar had ik geen zin in. Oké, dan vraag ik mij af. Zat hier nog een golden? Volgens mij niet. Oké, nou deze is eigenlijk best wel een beetje tricky om te doen. Wat je moet doen. Wacht, zit er nog een... Ik heb elke keer het gevoel dat hij dat stiekem een skulltje laat zitten. Maar dat maakt niet uit. Wat we hier moeten doen is... We hebben daar dus zeg maar onze... bevroren schakelaar. Die moeten we raken. En we hebben hier een torch. Als je een pijl door een vlam van een torch heen schiet, wordt het automatisch een vuurpijl. En zul je dus automatisch ook het ijs eromheen wegsmelten, waardoor dat je de schakelaar hebt geraakt. Dan wordt deze kamer ook weer helemaal curvy twisty. Waardoor dat de kamer waar dat zeg maar de floormaster of de wallmaster, of voordat je dat kring ook wil noemen, dus zeg maar automatisch weer zou veranderen. Op een of andere vage manier, hieronder mocht je daar invallen, dat werkt hetzelfde als de lava in Dungeon 2. Neem je langzaam schade, waarom weet ik niet, vonden ze leuk om te doen, denk ik. Nou, laten we maar eventjes door de curly kamer heen gaan. Want als we dat doen, kunnen we dus zeg maar hier door een gaatje in de grond even vallen. En komen we bij een groot schaakspel. Nee, niet echt. Oh boy. Zeepy, watch out, the ceiling is falling down. Ik weet niet waarom dat jij nou in één keer een toadstem hebt gekregen, maar mij maakt het heel weinig uit. Nou, deze is eigenlijk heel erg makkelijk om hier doorheen te lopen. Wat je hier namelijk moet doen is, je hebt hier verschillende plekken waar je dus zeg maar veilig staat. Zoals bijvoorbeeld deze switch. Als je die hebt ingedrukt, blijf er heel eventjes staan. Gewoon voor veiligheid. Dan heb je nog een plekje waar je veilig kan staan. Je ziet hier bijvoorbeeld een kistje. Dit kistje is ook een veilige plek. Bundle of arrows, niet echt heel erg belangrijk. Maar het is dus zeg maar een hele veilige plek om hier op te staan. Je kunt niet over het plafond heen lopen. Geloof me, ik heb het een paar keer geprobeerd. Daar krijg je damage van, dus dat wil je niet hebben. Oké, nou dan komen we dus zeg maar hier uit. En dan zien we dus schaduwen hier op de grond liggen. En als we dan naar boven ons kijken, dan zien we een paar blokken. En we zien de schilderij. Nou, net zoals bij de andere spoken, moeten we dat schilderij raken. Het enige grappige wat je hier dus zeg maar kan doen is, op het moment als je op zo'n schaduw staat, kun je het schilderij raken. Alleen dan zal die alleen rood knipperen en dan gebeurt er dus zeg maar niks. Totdat je van zo'n schaduw afloopt. Nou moeten we een puzzeltje oplossen binnen een minuut. Deze puzzel is heel erg makkelijk. Deze steen hier in het midden is niet nodig voor deze puzzel, dus die wil je aan de kant schuiven. De andere puzzelstukjes wil je gewoon, ze staan al eigenlijk op de goede locatie. Het enige wat we hoeven te doen is ze naar elkaar te schuiven. Best makkelijk om te doen. Mocht de timer nou opraken, mocht je dus te weinig tijd hebben, dan ja, raak je een hartje schade geloof ik kwijt vanwege koffiebonen. En deze die moet iets lager trouwens. Of nee, deze zit ook goed. Deze hoef ik alleen maar naar deze hoek te schuiven. En ja, dan heb je dus zeg maar het probleem dat je dus zeg maar weer het schilderij moet gaan raken. En daar heeft niemand zin in. Oké. En deze die moet dan ook hier naartoe. Zo. Je hebt genoeg tijd hiervoor, dus echt weer weinig momenten. Je hoeft er niet echt om te stressen. Ik bedoel, ik denk dat ze die timer er gewoon bij hebben gedaan voor een beetje challenging. Van, hey, je hebt niet de hele dag de tijd. Fix die puzzel. En zo moeilijk is de puzzel gelukkig niet. Heb je de puzzel opgelost, dan komt het spookje zeg maar van eigen weer tevoorschijn. Doet ze dezelfde aanval als de andere twee spookjes die we al verslagen hebben. Je kunt deze ook, net zoals de andere spookjes die we hebben gehad, ook weer comboen. En zorg ervoor dat je hem dus snel hebt verslagen. Als ik hem nou kan 3 comboen, dan ben ik een heel blij konijntje. Want dat zorgt ervoor dat hij dan verslagen is. 1, 2... Ah, net niet. Net niet eerlijk. Kom hier, jij schavuit. Dan verkoop ik je een dreumes. Dank je. Nou, 3 van de 4 vlammen. Dat is niet heel erg moeilijk nou. Nou heb je 1 probleem. We hebben nou alle kamers eigenlijk hierboven nou een beetje gezien. Ik zal het heel eventjes op de map laten zien. Het heeft mij toen een beetje zeg maar een probleem gegeven. Want als je dus gaat kijken bij de map, dan zie je dus zeg maar dat ene kistje wat we daar zien, dat is die bundle of arrows. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Zoals je dus ziet, we zijn overal geweest behalve onderin. En onderin kunnen we alleen maar komen als we alle kaarsen hebben aangestoken. Dan hebben we dus het probleem. Ja, we hebben alle kaarsen aangestoken. Of ja, we hebben er 3 aangestoken. Maar we missen er nog eentje. Waar is dan die 4e? Nou, deze deur die brengt ons automatisch weer terug in de centrale ruimte.
Stom ding. En als we dus zeg maar bij de centrale ruimte komen, dan zullen we hier dus zeg maar één ding vinden. Heb je 3 kaarsen aangestoken in de middelste kamer? Dan zien wij dan... dit dingetje. Dat is onze vierde spook. Deze werkt weer net iets anders dan de andere 3 die we ergens hebben gevonden en moeten we dus gelijk battelen. Dit wordt ook geconsiderd als een mini-boss. Je ziet dat ze allemaal een schaduw hebben. Je ziet dat ze allemaal zeg maar een behoorlijk slecht patroon hebben. Wat ik altijd standaard doe, is gewoon ze willekeurig zo proberen te raken. Hopelijk dat ik de goede raak. Ik ga voor jou, ik ga voor jou. Nou, de manier om eigenlijk te zien welke dus zeg maar de verkeerde spook is, is op het moment dat ze dus weer verschijnen, zul je er eentje zien die langer spint als de andere. Let maar op. Oké, dus het is nou de derde die dus nog... Oké, dus 1. Wij wachten hier eventjes. Jij bent nummertje 2. Jij bent nummertje 3. Jij spinde langer, dus jij bent de echte. Hoppakee. Dit moet je zo een paar keer herhalen. Dus goed opletten welke dat er dus 1 keer extra spint. In dit geval de eerste. Nou, dat is makkelijk voor ons. En dat is eigenlijk de secret van deze. Dit ben ik pas later achtergekomen. De eerste keer toen ik het speelde, toen ging het gewoon dus zeg maar de eerste keer dat ik het speelde. Oké, het is nou de derde. Dus 1, 2, 3. Jij bent hem. Yay! Volgens mij moet je ze 4 keer raken met de pijl. Zover ik weet. Dus, spookies! Oké, het is weer de vierde. Hoi! Ja, hij is verslagen. Toch? 5 pijlen? Oké. Hier. Vang het! Ik vind het wel lachen hoe dat pijl eigenlijk eventjes frozen in time blijft. Oké, nou, dan krijgen we dus automatisch onze vierde vlammetje. En komt dus, zeg maar, de lift weer tevoorschijn. Yay! Nou, het nadeel is altijd, zeg maar, ik word hier altijd een beetje... Voordat je dus, zeg maar, de cutscene telt mee met het dispawnen van het item dat deze spook dropt. Dus ik heb het nog nooit voor elkaar gekregen om de pijlen die het laatste spook dropt eigenlijk te pakken te krijgen. Nou, hier kunnen we nog wat magic en wat life vinden. Altijd handig om die mee te nemen, mocht je dat dus nodig hebben. Ik geloof dat aan de andere kant een veetje te vinden is. Kan me natuurlijk gruwelijk vergissen. Dus ik ga het heel even controleren. Even kijken, daar hebben we de potjes. Ik dacht dat deze pot ook je aan zouden vallen, maar... Nou, valt mee. Nee, alleen maar een hartje. Oké, nou, geen veetje, mijn excuses. Kan me natuurlijk ook vergissen. Dus laten we maar naar de final kamer toe gaan. Yay. Oké, nou zien we dus zeg maar hier dat we dus zeg maar een hele rare kamer hebben. Waar dus zeg maar de deuren dicht zitten. En waar we dus zeg maar op dit moment niks kunnen doen. Omdat alles op slot zit. Trouwens, grappig geintje hier. Je kunt op de lift springen, er gelijk uitspringen. En de lift is weg en je zit hier vast voor altijd. Damn. Nee hoor, grapje. De lift komt weer naar beneden. Zorg er alleen voor dat je niet in het midden gaat staan. Deze pilaren die we hier staan, die kunnen we dus zeg maar duwen. Waardoor dat de kamer dus zeg maar een hele kwartslag gaat draaien. We zien dat er een kistje te vinden is. Dat kistje is niet echt belangrijk. Het enige wat hier nou belangrijk is op dit moment zijn de schakelaars. En ik snap niet waarom dat ze hier zoveel spinnen gooien. Oh, hier moet ik natuurlijk weggaan. In deze kamer hier zit ook nog een golden sculptula. Gelijk meenemen, want geloof me, dungeons, daar wil je echt niet voor terugkomen om nog eventjes golden sculptula's voor te gaan farmen. Zoals ik al zei, in het begin van deze let's play, dit is een 50 run sculptula in verband met de piece of art die we daarvoor krijgen. De rest, daar gaan we niet voor. Kistje is niet echt nodig. Ik dacht toch echt dat hier ook een schakelaar zit, maar blijkbaar dus niet. Oké. Nou, dan gaan we de kamer nog een keer spinnen, want we moeten even een paar schakelaartjes indrukken om dus zeg maar bij de boskamer uit te komen. Even kijken. Nee, nog niet de goeie. Oh, ik haat deze dungeon zo. Ik haat deze kamer gewoon omdat het, je hebt een hele dungeon of tempel heb je eigenlijk al gehaald. En dan gooi je dus er eigenlijk nog een hele cheap puzzel in. Ik bedoel, ik vind dit... Persoonlijk vind ik dit een behoorlijke cheap puzzel. Mijn excuses. Mijn mening, ik vind hem cheap. Nou, hebben we deze schakelaar geraakt, dan zien we dus zeg maar dat er een ander hekje open gaat. Waarschijnlijk is dat van die kamer van net. Dus als ik hem nou één keertje terugdouw... Ah, mijn neus. Dan hebben we hier nog een schakelaar. Die is nou net open gegaan. En dan heb je dus eindelijk zeg maar nog een kamer. Echt, hier ben je niet vrolijk van hoor.
Even kijken. Nog een keer terug douwen. 2 keer, geloof ik. Maar moet ik hem nou 2 keer douwen? Dat weet ik niet zeker. Ja, want hier moet ik een opening hebben. Dus nog 1 keer duwen. Ik vind het echt... waarom? En dan zie je dus dat hier dus zeg maar de boskamer zit. Maar dat hek ervoor nog steeds dicht zit. Nou, niet getreurd. Er zit zeg maar hier de laatste schakelaar. Die zit recht tegenover hem. Dus heb je die 2 schakelaars ingedrukt. Dan kun je de 3e schakelaar openmaken. En dan kun je dus eindelijk terechtkomen bij de bosdeur. Dus je hebt hier niet alleen zeg maar de boskie voor nodig. Maar ook nog eens een keer een puzzel die je moet oplossen. Goed. Met dat gezegd te hebben. Zijn we eindelijk terechtgekomen. Bij onze baas. En ga ik gemeen zijn. Gemeen. In de volgende aflevering gaan we verder met deze dungeon. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt, zorg voor deze cliffhanger. Maar de baas die is eigenlijk best wel heel erg episch. En die wil ik wel een opbouw geven. Dus morgen, zonder enig oponthoud, komt er dus zeg maar een nieuwe aflevering met de baas. Mijn excuus voor deze cliffhanger. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het lekkere weer. Want ik heb gehoord dat het vandaag enorm weer lekker weer is. Tenminste, dat voorspel ik nu. Ja, want woensdag werd het 22 graden. Of zoiets in die trend. Dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen. Doei!